Het water is weg. Woest en ledig was de wereld in het scheppingsverhaal. Ledig is de zeebodem door mensen opengelegd. Pioniers trekken erin om aan die ledigheid een einde te maken. Zij zetten er hun eerste voetstappen. Tot er een polder is vol mensen die deze eerste voetstappen vergeten zijn. Ja, en toen zijn we dan, toen die polder dan droog werd, hebben we de polder ingetrokken. Ja, en ook vaak rondjurten bouwen, dat zijn die rondjurten. Er moest een fundering, er moest een dempel voorkomen, er moest een schuifdeuren voorkomen. Die bedrijfboeren zaten eerst in rondjurten, daar konden ze het materiaal in kwijt. Ja, dus kwam ook een kantoorkeet bij, die moesten we er ook bij plaatsen, een kantoorkeet. En daar zat dan de boer in, zeg maar, met zijn ploegbaas. Ja. We hebben vaak een keer in de blubber gelegen hoor. Maar er moest ook stijgers bouwen. Hè. En dan moest er een brug gemaakt worden over een sloot heen. Dan moesten er dan met trekkers overheen. En dan moest er stijgen komen. En die palen werden door de klei naar die plek gesleept. En dan moest je maar zien dat je ze overeind kreeg. En dan met de hand hij, hè. Ja. Dat was 30 slagen en dat was een strijk en zet. En dan was het even rust. Maar 30 slagen zo ging het op en neer. Ja. We hebben er ook een pont gelegd daar in de vaart. En dat we ook op de. Dezelfde manier daar, want die pontweg die ligt er nog. Als je de Hansweg afrijdt, er ligt nog een weg daar opzij van, met die hoge bomen. En dat was de pontweg eigenlijk. Ja, dat is toen niet. Daar hebben we later nog een pont in gemaakt, maar het moest 20 ton over kunnen, want het was bouwmateriaal voor Dronten. Dronten werd toen gebouwd en moest daar 20 ton overheen kunnen. Daar hebben we een nacht aan gewerkt, omdat dat moest in de nacht gebeuren, want overdag moest hij weer varen natuurlijk. De ontwatering van de polder is nu een eerste zorg. De kanalen waren tevoren gebaggerd, nu volgen de tochten en de sloten die erop aansluiten, met draglines van horizon tot horizon getrokken. Op de sloten komen de greppels uit. De moderne greppelvrees trekt ze in de kortst mogelijke tijd en slingert de kluiten over de toekomstige akkers. Ik werd dan vlug achter de draineermachine gezet. En dan weet je, de draineermachine die trok volledig dus de geul en er werden de buis neergelegd. Maar dan achteraf, nadien, achter de machine aan, moest dus de grond van bovenaf terug op de drain gelegd worden, geschopt worden. En dat moest allemaal met schopje gebeuren. Later werd het ook allemaal weer aangepast en geprobeerd zoveel mogelijk mechanisch te gaan doen. Maar in het begin hebben we er veel schopuren na gehad. Ja. Ja. Je had dus twee chauffeurs op die eigenlijk bij de machine hoorden. Was er twee man bij. Die dus de buizen in de gleuf onderin in een glijgoot werden die buizen ingezet. En doordat die machine dus vooruit gaat, werden die buizen bleven achter in de glij op de bodem van die gleuf. Die buizen die komen er zo af. En doordat die dus wegtrekt, bleef die buis leeg. Zo worden die aan elkaar geschoven, zeg maar. Van bovenaf worden die erin gezet en dat gaat zo geleidelijk, gaat dat zo, die geul in. En dan schept u turf op? En dan daarna komt er turf opgegooid en een schopje wat grond erop. En dan ligt die dicht. Ja. Nou, toch mooi materiaal, hè? Daarvoor. Ja.